Mijn naam is Jolijn Zwart van Kessel en ik ben kandidaat 3 op de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik woon in Erichem en ben al 4 jaar VVD-raadslid. De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor zelfredzaamheid van inwoners, meer bezoeken van raadsleden aan lokale evenementen, training over politiek en het betrekken bij jeugd, zoals de jeugdgemeenteraad. Doorrijden op de A15 vind ik een must, net als lobbyen bij de provincie voor onze burgerlijke belangen. Veiligheid staat op 1. Ik ben 112 WhatsApp-beheer gestart en al jaren beheerder. Ook strijd ik al voor jaren voor een veilige ontsluiting van grote bedrijven en veilige fietsroutes voor onze jeugd. Iedereen in Buren moet meedoen. Integreren als nieuwkomer door snel de taal te leren en meedoen aan evenementen zijn goede voorbeelden. Ik ben voor het stimuleren van toerisme. Dat helpt onze regio aan nieuw inkomen. Beleefbare agribusiness zoals verbrede landbouw bieden kansen. Over winkeltijden moeten ondernemers zelf kunnen beslissen. Ook op zondag. Activiteiten zijn de kern van onze leefbare dorpjes en stadjes. Die moeten we als gemeente koesteren door flexibel mee te denken met initiatiefnemers. Je eigen rommel moet je zelf opruimen. Dat spreekt voor zich. De huidige bibliotheek voor onze jeugd verbeteren en andere onderwerpen, daar zet ik me graag weer voor in. Stemt u op mij?